Deze beschouwing die gaat over het Joodse probleem. En ik weet nog niet goed hoe ik dit in de titel moet zetten. Want ik heb al een Community Guidelines Strike Warning van YouTube. En alles met Joden, dat... ja, daar moet je toch erg mee oppassen. Om je gelijk dan met uit de droom te helpen en met de deur in huis te vallen. Al die verhalen over dat er sprake is van één grootse Joodse samenswering. Die slaan nergens op. Dus je moet mij niet gaan betichten van antisemitisme. Want ik ben eerder nog pro-semitisch dan anti. In die zin dat ik medelijden heb met de mensen van Joodse afkomst. Die mensen zijn behoorlijk te grazen genomen. En niet alleen door Adolf Hitler. Dat was een fase waarin die groep te grazen werd genomen. Maar ook door, dat was de Oestasje, de sta-op-beweging. Oestasje of Oestasje of Oestasje. Oestasje. Dat is in Kroatië. En dat betekent sta-op. Dat was een volksbeweging. Die stond onder de leiding van een, ja, weer eens de katholieke kerk. En de katholieke kerk heeft die Oestasja, Oestasje beweging, die sta-op beweging, de opdracht gegeven om de mensen van Joodse afkomst nog één keer de kans te geven om katholiek te worden. En iedereen die niet van die laatste mogelijkheid gebruik zou maken, die mocht doodgemarteld worden. Sterker nog, ja, het was niet de bedoeling dat ze heelal zouden worden geslacht. Het moest een vernederende en uitermate pijnlijke dood zijn. Vrouwen werden eerst verkracht en zo'n dingen. Dat is het Joodse volk overkomen in Kroatië. Dus daar had Adolf Hitler helemaal niks mee te maken. En het was wel in die periode van Adolf Hitler. Het was in 1943, daaromtrent. En de Joden, moet ik daar eerlijk huidshalve bij zeggen, die waren niet de enige die het bokje waren in Kroatië. Ook de Servisch-Orthodoxe christenen stond hetzelfde lot te wachten. Je wordt katholiek of je... Ja, je wordt doodgemarteld. Ja, ja. En het is natuurlijk ook erg wat die Servisch-Orthodoxe mensen is overkomen. Maar dat is nu niet het onderwerp van mijn beschouwing. Het onderwerp van mijn beschouwing, dat zijn de Joodse mensen en het probleem wat die Joodse mensen hebben. Het zou voor jou, denk ik, wel te accepteren zijn dat de opening van Exodus 20... Ik pak hem er even bij. Staat de Bijbel, hè? Als je het hebt over de Joden, dan heb je het over de Bijbel, of niet? Ja. Door het eerste stuk van de Bijbel. En nou, ik kan rustig zeggen. Het eerste stuk, dat is. De eerste 740 pagina's van de Bijbel. En in totaal beslaat de Bijbel iets minder dan 1000 pagina's.
Dus driekwart van de Bijbel is geschreven in het Hebreeuws. Ik zal even de microfoon bijstellen. Dus dit is hun boek. Nee, je had de christenen geen jota mee te maken. En een jota, dat is een letter van het Griekse alefbet. Dus alef, bet, gimel, dalek, vav. Ik ben Hebreeuws aan het leren. Even kijken, ik pak even Exodus erbij. Exodus is het tweede boek van het Oude Testament. Het tweede boek van Mozes. Het eerste boek heet, wat noemen wij Genesis, hè? Maar in de Hebreeuwse Bijbel heet dat Bereshit. Dat betekent in the beginning. Dat is ook wel leuk. Dus het boek is in de Hebreeuwse Bijbel, de Hebreeuwse versie van het Oude Testament. Dan heet het eerste boek, dat heet in the beginning. En de eerste zin van het eerste boek, dat in the beginning heet. De eerste zin die luidt in the beginning. Dus het boek heet Bereshit. En de eerste zin is Bereshit bara Elohim et hashemayim ve et haaretz. Ik moet hoog nodig een keer op vakantie naar Israël om een beetje te werken aan mijn Hebreeuwse uitspraak. Ani rotsa lechem. Ik wil graag een brood. Nou, er staat hier in het begin van hoofdstuk 20 van Exodus, het boek Exodus. Daar staat: And God spake all these words, saying, I, the Lord thy God, which have brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage. Oh, is van, bondage, van de BDSM of zo. Oh, uit de SM-club. Nee, dat denk jij alleen maar met je verdorven geest. Ik pak even de Statenvertaling erbij. En de Statenvertaling, wat ik net voorlas, dat is hoe het Hebreeuws vertaald is in het jaar 1611. Door een groep van in totaal 50 Britten. Allemaal gefinancierd door koning Jacobus. En wij kwamen met de publicatie van deze vertaling in 1637. Dus dat is 26 jaar daarna. Hebben wij het licht doen zien de volgende tekstvertaling. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Dus Egypte, dat was een diensthuis. En bondage was dat ze daar vast zaten in het diensthuis. Dus het volk Gods was slaaf. Er zijn ook vertalingen van deze regels in het Nederlands waarin staat: Ik ben de Heere uw God die u geleid heeft uit slavernij. Maar zo is het niet destijds vertaald. Maar bondage moet je wel denken aan slavernij, want het is daadwerkelijk vastgebonden zijn. En in de Nederlandse versie staat dan diensthuis. Kijk, de God van de Joden, dat is een God die de Joden bevrijdt uit slavernij en ze even vrolijk weer in slavernij laat terugkeren als ze niet hem, God, eren. Er staat denk ik ergens in Spreuken of in Daniël. Ik ga het even erbij pakken.
Dat is wel leuk historisch besef, hè? We hebben het over de Joden. Dus, dan krijg je hier by the rivers of Babylon. En dan Bijbel. Even kijken wat er staat. Oh, wacht even. Dat is dan... Oh, het is Psalm 137. Even kijken hoor. Pak de King James er even elektronisch bij. Psalm. 137. Zijn een partijtje psalmen, jongen? Kijk of het klopt, hè? Ja. Psalmen 137, daarvan vers 1. By the rivers of Babylon, there we sat down. Yea, we wept when we remembered Zion. We hanged our harps upon the willows in the midst thereof. For they that carried us away captive required of us a song, and they that wasted us sing us of the songs of Zion. How shall we sing the Lord's song in a strange land? How shall we sing the Lord's song in a strange land? By the rivers of Babylon, there we sat down. Ja, je kent het wel. Babylon was de straf voor hun ongelovigheid. En het, de Joodse mensen, daarvan mag je aannemen dat die het meest bekend zijn met dit principe. Want dat staat in hun boek. En Babylon, die stad, dat was een stad toen. En die stad is verdwenen. Maar die manier van denken, die heeft op deze wereld de overhand genomen en gekregen. We hebben ze hun gang laten gaan. Dat is er gebeurd. En daar moeten wij nu voor boeten. En wij moeten daarvoor boeten. En de Joodse mensen moeten daarvoor boeten. En de Joodse mensen, dat zijn degenen die weten waarom ze moeten boeten. Dat zijn degenen die de meeste kans hebben om het eerste te begrijpen. En als jij begrijpt waarom je moet boeten door in gevangenschap te vallen van Babylon, namelijk doordat je God niet hebt geëerd en je keert terug op je pad en je gaat God weer eren zoals dat betaamt, dan zal God jou bevrijden uit slavernij en dan is de rol van Babylon voorbij. En daar houdt de baas van Babylon niet van. En de baas van Babylon, die heet meneer de paus. Of ja, of onder andere zo machtig. Er ligt er maar een beetje wat voor een paus je bent. Want Johannes Paulus de Eerste, die heeft 33 dagen met een witte muts op zijn hoofd kunnen lopen. En toen was het afgelopen. Die is vergiftigd. Zeggen de katholieken zelf, hè? Want ja, zijn paus vergiftigd, joh. Ja, dat gebeurt, hè. Hele rare organisatie, maar het is de machtigste organisatie, de oudste organisatie. Het is Babylon. Het is, en die willen ons allemaal tot slaaf hebben. En de Joodse mensen, die weten het recept om weg te komen uit die slavernij. Het eerste voorwaarde om weg te komen uit die slavernij is om je te houden aan de 10 geboden. Ja, maar Piri, dan zijn we heel veel geboden, hoor. Tien? Nou, Ja, er zijn er maar 10, man.
Kijk, iedere Nederlander wordt geacht om de Nederlandse wet te kennen. Maar als we voor het gerecht moeten komen, dan hebben we een advocaat nodig, want niemand schijnt de Nederlandse wet te kennen. En ook een advocaat die moet op jouw zaak nog helemaal gaan studeren. Die weet het ook niet eens uit zijn hoofd. De 10 geboden, dat zijn er maar 10 hoor. Ik ken ze dan toevallig nu even niet uit mijn hoofd. Maar de eerste weet ik dan wel. Van, ik ben de Heer uw God en er is maar één God. Er is maar één God. En gebod nummer 2 is geen beelden aanbidden AUB. Want ik ben jaloers van aard. Ja, dan krijg je dat gebod en dat is dan gij zult niet doden. Dan heb je ook nog gebod. Ja, dan weet ik dus de nummers niet meer. En ik weet dat het laatste gebod is, je moet niet begeren dat wat van een ander is. Al is het zijn vrouw of zijn koelkast of zijn kameel. Je moet niet begeren dat wat van een ander is. Dat is een foute aanwezigheid in het koninkrijk van de Heer. Van de Lord. En respecteer je ouders. Dan doe je dat niet en dan ga je eerder dood. Dat zegt Mozes. Hè? Als je geen respect hebt voor je ouders, ga je eerder dood. Ja, ja. En dat klopt volgens mij. Je moet je ouders respecteren. Hou daar maar rekening mee. En de Joodse mensen die weten dat als geen ander. Maar ook velen van hun zijn het vergeten hoor. En wat er nu gebeurt met Israël, dat is een spel wat ze spelen. En je kan zeggen dat ze hebben daar zo'n muur gebouwd. Hè? Je kan zeggen, nou, dat is om die Palestijnen er buiten te houden. Ja, je kan net zo goed zeggen dat die Israëliërs daar opgesloten zitten. Want een muur werkt twee kanten op. En daar is continu is daar oorlogsdreiging. En dat venijn wat die omringende landen hebben naar de staat Israël, dat wordt levendig gehouden. En mensen zoals Yasser Arafat, die deed mee. Kijk je het even weet. Dus de mensen die in Israël wonen, die daar vaak naartoe zijn gegaan, niet eens uit vrije wil, maar alleen uit groepsdruk. Ja, het is maar de vraag of die daar wel zo gelukkig zijn. Iemand als Barry Gamish. De man is overleden, God hebben zijn ziel. En die heeft een verhaal verteld over hoe het zijn familie is vergaan. En dat was regelrecht verschrikkelijk. Die zijn onder groepsdruk, hebben ze al hun bezittingen verkocht. Zijn verkast naar Israël. Om daar niet met warme, open armen ontvangen te worden. Maar ja, ze hebben dus die bezittingen verkocht. En dat geld wat ze hadden, zijn ze uiteindelijk voor het grootste gedeelte nog kwijtgeraakt ook. En Barry Gamish is net voordat echt helemaal aan de grond zat, is hij verkast en is hij geëmigreerd naar Amerika. Alles kwijt, hè. En ze woonden met de familie ergens in het noorden van Marokko. En ze hadden van niemand last. En ze waren niemand tot last. Maar ze moesten dan zo nodig naar Israël toe, want iemand had het gezegd. Zo pompen ze dat land vol met mensen van Joodse afkomst. Om vervolgens die mensen van Joodse afkomst helemaal geen leuk bestaan te bieden. Trek het even uit. Dat is heel erg. Dat is het probleem wat Joodse mensen overkomt, hè. Overkomen is en nou, de paus die zal ze niet met rust laten.
Dat kan nooit wat worden tussen de Joodse mensen en de paus. Hè? Dat gaat niet. De paus die wilde de heerschappij over de wereld. En dat wilde hij dan zijn, van zijn kant van de overheersing, als religieus leider. Maar Joodse mensen zitten helemaal niet te wachten op een religieus leider. Die doet aan Maria verering. Ik bedoel, de Joodse mensen hebben al moeite met het feit dat de Messias al gekomen is. Wat naar mijn idee een vergissing is van de Joodse mensen. Maar ik wil niks negatiefs zeggen over die groep. Helemaal niet. Ik zeg er duidelijk bij, volgens mij. Gewoon uit respect voor die groep. Die mensen hebben het al erg genoeg. En dan komt er zo'n paus, dan nog een schepje bovenop met de verering van Maria, de moeder van God. Dus dan blijkt ineens Elohim. Van Elohim, Bara, Elohim. Nee, Bereshit, Bara, Elohim, Hashemayim, Ve'et, Haaretz. Nou, en daarin is het woord Elohim, dat staat voor God. En die heeft plotseling een moeder gekregen. Mensen van Joodse afkomst, die lachen je regelrecht uit. Dat gaat de paus niet kunnen verkopen aan het Joodse volk. De paus heeft wel geprobeerd, dat was die vorige paus, misschien was het Benedictus, of Johannes Paulus II, dat weet ik nog niet. Maar een van die twee, die heeft het wereldkundig gemaakt dat hij bij nader inzien moet zeggen dat er in het Oude Testament geen aankondiging staat van de Messias, dat hij dan zal komen in de vorm van Jezus Christus. Inmiddels weet ik waar dat om gaat. Dit gaat over het hoofdstuk 9 van het boek Daniël, de uitleg daarvan, de 70 weken van Daniël. En ik geloof dat de 70 weken van Daniël uitgelegd moeten worden op die manier dat je precies uitkomt bij de geboorte van Jezus Christus. Dat is mijn mening. En die van Jörg Liesman, en die van Brett Norman, en die van Michael, en nog een aantal andere bijbelgelovende mensen die ik dan bij naam ken, gesproken heb en nou, CQ via ken. En het woord Bereshit, het eerste woord van de Bijbel, dat luidt. Want in het Hebreeuws heeft iedere letter ook een betekenis. En als je dus Bereshit, dat zijn 6 letters. De eerste letter is een bet. En de tweede letter is een, ik kan het even bijpakken. Het is leuk hoor, het Hebreeuws. Het is met heel veel plezier ben ik dat aan het doen. Ja, dus het is een bet, een resh, een alef. En dan een shin. En dan een jot. En dan een tav. Nou, die eerste twee letters, dat is een bet en een resh. Dat is bar. En dat betekent zoon. Alef refereert aan de Almachtige. Dus de zoon van de Almachtige. En dan krijg je een shin, en dat staat voor destructie. Dan krijg je een jod, dat staat voor hand. En dan krijg je een tav als laatste. En een tav, dat refereert aan de overeenkomst. En een overeenkomst, dat staat als symbool in kruisvorm. Dus op die manier de letters op een rijtje gezet. En dat is precies de volgende erin staat. Hè? Bet, resh, alef, shin, yod, tav. Dat is Bereshit. Precies in die volgorde. En dan krijg je de volgende zin. Zoon
almachtige destructie, hand, kruis. Ja. Dus dat is het eerste woord van de Bijbel. Daarin staat, de Zoon van de Almachtige zal zijn einde vinden, zijn destructie, met zijn handen, nou, dan kan je bijdenken, gespijkerd, aan het kruis. En dat is ook gebeurd. Jeje. En dan heb je dus Daniël nog, hoofdstuk 9. Met de 70 weken. En dan kom je uit, Daniël, daarvan weten ze, Daniël was een profeet. En van Daniël weten ze wanneer hij geleefd heeft. En het begrip week, dat correspondeert met het begrip zevental. Dus er is bijna geen verschil tussen het. Bij ons is het woord week, ja, dat zijn zeven dagen. Maar in het Hebreeuws staat dat gelijk, zo goed als gelijk aan zevental. Dus het gaat om zevenvoud. Ja, zo moet je zeggen. Dus 70 weken, dat zijn 70 zevenvouden. En een zevenvoud van wat? Nou, als je daar jaren voor neemt, dan heb je 70 keer 7 jaren, 70 zevenvouden. En dan kom je uit op 490 jaar. Hè? Nou, en Daniël, dat was dus 470 jaar voor Christus kwam. Dus tel je bij, of is hij eerder of zo, maar tel je dus bij die tijd van Daniël, dat was dan, als we gemak aannemen, 460 of zo voor de jaartelling. Dan tel je die 470 bij je op. 490 bij je op. En dan kom je precies uit bij het moment dat Christus gezeten op een ezel. Nee, een muilezel. Jeruzalem binnenreed. Bij het loofhuttefeest. En toen riepen ze Hosanna, Hosanna. En hij zat op een muilezel. Dat was 70 keer 7 jaren nadat Daniël dat ingegeven had gekregen van de Heer. Dus dat klopte dus. En weet goed dat het gedachtegoed achter het Oude Testament, dat alleen al is een receptuur voor het je bevrijden van de ketenen, van de slavendrijver. En slavernij is. Je zou zeggen, nee, er is geen slavernij, Perry, want dat is afgeschaft en dat mag niet meer. Ja, dat mag wel. Kijk, hier in Nederland is het gebruikelijk dat men 40 uur per week werkt. Tegenwoordig is het ook gebruikelijk dat ook mama gaat werken. Want het is zo leuk voor mama. En dan moeten de kinderen maar naar een overheidsinstantie voor de opvang. Want het is zo leuk voor mama en papa vindt het ook zo leuk. Het komt er dus op neer dat mama en papa samen die werken dan, zo zeggen, 60 à 70 uur per week. Ja? En hoe lang zijn ze van die tijd van huis? Nou, tel daar rustig maar 20% bovenop. Bijna. 10% zeker. Dus papa en mama zijn bij elkaar 80 uur per week van huis. Ja, waar moeten die kinderen dan naartoe? En is dat nodig? Nou, van het oude Engeland, toen het nog geen Engeland heette, maar toen heette het Albion. Aan die tijd is bekend dat, punt 1, alleen de mannen die werkten. En de vrouwen deden een beetje voor het huishouden zorgen, wasje draaien. En, hè? Ze hadden natuurlijk geen wasmachines toen, bij wijze van spreken. En de mannen die moesten werken en ja, die moesten heel hard werken als het heel druk was.
En als er niks te doen was, bijvoorbeeld midden in de winter, was er geen donder te doen. Dan werkten ze niet. En gemiddeld werkten ze 2 dagen per week. Dat was genoeg. En dan werd er genoeg gewerkt, zodat iedereen kleren had en te eten had en een dak boven zijn hoofd. En te drinken had en ook nog bier had en nou, zeg maar wat je wil. Muziekinstrumenten, zeg maar. En hoe kon dat in die dagen? Nou, er was geen slavernij. En alles wat een mens werkte, dat was zijn toegevoegde waarde. Die hij of zij kon verhandelen. En dan kon je voor jouw toegevoegde waarde, kreeg je dus het equivalent toegevoegde waarde in een andere productcategorie voor terug. Dus simpel gezegd, jij had graan gemalen. Nou, dan heb je waarde toegevoegd aan die graankorrels. Want van graankorrels kan je geen brood bakken. Maar als een molenaar daarmee, dan kan je er plotseling een brood van gaan bakken. Nou, dan voeg je waarde toe. Nou, dan heb jij zoveel zakken met graan. Daar heb jij zoveel zakken meel van gemaakt. En dan krijg je daarvoor terug. Nou, een stelletje kakelende kippen. En dan heb jij weer kippensoep. Snap je? Ja, en als het zo in elkaar zit, ja. Maar wat wij hier in Nederland hebben, is dat als wij in Nederland waarde toevoegen, dat van de toegevoegde waarde mogen wij 40% voor onszelf houden. Ja. En daarom moeten wij zo ontzettend hard werken, omdat wij van de toegevoegde waarde maar 40% voor onszelf mogen houden en 60% dat blijft hangen aan een of andere strijkstok. En dat heet slavernij. Hey, ze hebben met de EU-wetgeving in de jaren 90, halverwege de jaren 90 ongeveer, hebben ze een nieuw systeem ingevoerd voor BTW als het gaat om facturen die een bedrijf stuurt naar een bedrijf binnen de EU over de landgrenzen. Want als het voor die tijd was het zo dat als een Nederlands bedrijf een nota stuurde aan een Duitse afnemer, dan stond er op die nota, op die factuur, geen BTW. Als een Nederlands bedrijf aan een Nederlands bedrijf een factuur stuurde, stond er wel BTW op. Maar die Nederlandse onderneming die moest dan weliswaar die BTW betalen aan die ondernemer. Maar die Nederlandse ondernemer die BTW had betaald aan die andere ondernemer, aan zijn leverancier, die kon die BTW weer terugvragen bij de overheid. En de leverancier kreeg die BTW binnen, maar die mocht hij niet voor zichzelf houden, die moest hij geven aan de overheid. Dat is een belachelijk principe. Daar ben je hopelijk met me eens. Snappen veel mensen in Nederland niet hoor. Heel veel mensen in Nederland denken van nee, dat is hartstikke logisch. Dat is heel erg leuk, want dat ene bedrijf dat geeft dan 100 euro aan het andere bedrijf voor de BTW. En dat bedrijf geeft dan die 100 euro aan de overheid. En dan krijgt het eerste bedrijf krijgt dan die 100 euro weer terug van de overheid. Dus nou, dat is hartstikke eerlijk, want niemand wordt er rijk van. Het is allemaal heel eerlijk, want het ene bedrijf geeft aan het ene moment 100 euro aan het andere bedrijf. Maar vervolgens krijgt hij die 100 euro weer terug. Nou, dat vind ik heel eerlijk. Dat vind ik een heel goed systeem. En waarom eigenlijk ook niet? Want ja, nadenken, dat doe ik altijd met die poepjes. En die doe ik altijd in het toilet achterlaten. Ja, ik had shit for brains. Zeggen de Engelsen dan. Kijk, met dat BTW-stelsel hier in Nederland, dat hele BTW-stelsel tussen bedrijven, dat is het ene bedrijf, die betaalt de BTW aan een ondernemer. Die ondernemer die geeft die BTW aan de overheid. En het bedrijf dat de BTW heeft betaald aan die ondernemer, die krijgt die 100 euro weer terug. Dat is dus het rondpompen van geld. Er gaat gewoon 100 euro van bedrijf A naar bedrijf B, van bedrijf B naar de overheid en van de overheid weer terug naar bedrijf A. Huh? Nou, waarom is dat? Het heeft geen enkel nut. Dat is alleen maar ambtenaren aan het werk houden. Wat is nou het nut daarvan? Nou, het nut daarvan is dat je daar ongelooflijk fijn mee kan frauderen. Want bedrijf A betaalt die BTW niets aan bedrijf B.
Die zegt dat het gaat betalen, maar dat betalen ze niet. Want daar controleert de overheid namelijk niet op. Nee, bedrijf B stuurt een factuur naar bedrijf A. Bedrijf A zegt dan tegen de overheid... Kijk, ik heb een nota gekregen en er staat zoveel btw op... die ik dan moet betalen aan die leverancier van mij. En ik claim deze btw nu terug. Dan krijgt bedrijf A krijgt die btw terug. Maar die btw gaat hij nooit van zijn leven betalen aan bedrijf B. Zo simpel is de fraude. Jij kan het zelf verzinnen, maar jij kan dat niet verzinnen... want jij hebt het verstand van een shit for brains. Ik ken niemand hier in Nederland die net als ik in de gaten heeft... dat dit de hele BTW-wetgeving voor die bedrijven... dat alleen maar verzonnen is om het mogelijk te maken dat er gefraudeerd wordt. En gefraudeerd wordt er. En ik heb laatst proberen... Ik meen me dan te herinneren dat het in Nederland neerkomt op een bedrag van... iets van 500 miljoen per jaar of zo. Wat er dus aan fraude verdwijnt. Alleen door deze wetgeving. Maar nou hebben ze halverwege de jaren 90... hebben ze dit principe, wat dus niet gold als je naar Duitsland factureerde. Want als je naar Duitsland mocht factureren, was het gewoon clean. Want dat zou veel te veel werk zijn geweest. Want dan... Er moet een Duitse afnemer, die moet dan die btw betalen aan een Nederlands bedrijf. En van wie krijgt dan die Duitse ondernemer dan die btw weer terug? Van de Nederlandse overheid? En dat is toch heel onhandig. Dan moet een Duitse afnemer, die moet ook een Nederlands btw-nummer hebben. Dus dat speelde helemaal nooit. Maar dat hebben ze halverwege de jaren 90 wel weer ingevoerd. Wel voor het eerst ingevoerd. Waardoor heel veel Duitse afnemers zeiden van nou weer... Wir vergnügen das nicht, die holländische Produkten. Das schaffen wir nicht. Das viel zu ingewikkeld. Viel zu schwierig. Dus dat heeft een heel stuk handel gekost tussen Nederland en Duitsland en vice versa. Maar die wetgeving is er wel gekomen. Dus nu konden ze die truc dat het bedrijf dus zegt tegen de overheid... Nou, ik heb er zoveel btw... Dan heb ik verplichting te betalen aan bedrijf Huppeltje Pup en het zit in België. Maar mag ik dan die btw alvast terug hebben? En dan krijgen ze die btw alvast terug, maar ze betalen nooit die btw aan het Belgische bedrijf. Waarmee de btw-fraude in Europa is momenteel ingeschat, nou bekend, op 50 miljard euro per jaar. 50 miljard. In de EU wonen 500 miljoen mensen. Dus per burger, 50 miljard is 50.000, gedeeld door 500 miljoen. Nou, 50.000 gedeeld door 500, dat is dan 10.000 gedeeld door 100. Dat is 100 euro per Europese burger dat er jaarlijks gefraudeerd wordt. Doordat ze die wetgeving hebben aangepast tot een waanzinnig systeem. Ze lachen zichzelf helemaal kapot. En dat is pure diefstal van onze zuurverdiende centen. En dat is de slavernij. Los van het feit dat de hele Europese avonturen... dat kost de Nederlandse arbeider ongeveer 350 euro per jaar. En een Europese ambtenaar... Want het is allemaal zo nodig, want die ambtenaren moeten betaald worden. Ja, een Europese ambtenaar kost de Europese burger 345.000 euro per jaar. Per ambtenaar. Dat lijkt me een duur betaalde ambtenaar, vind je ook niet? Is dat echt nodig? 345.000 euro aan kosten om een ambtenaar een OV-chipkaart te geven en een lullig bureautje met een bureaulamp? Nee, natuurlijk niet. De hele EU, dat is een schandaal. Het is een fraude, is dat. Het is een slavernij. En wij zijn verplicht om die bedragen maar over te maken aan de EU. De EU die krijgt een deel van de BTW... De belasting op de toegevoegde waarde, wat wij in de supermarkten allemaal betalen. Want in de supermarkten, die producten, die kosten wat op de schappen staat, minus 23%. Ongeveer.
Ja, voor het hoge BTW. Dus als je het hebt over koekjes en bier en wijn en chocola en... Ja. Dus als er geen BTW was, dan zouden de prijzen in Nederland, behalve dan voor water en dat soort dingen, die zouden zakken met 23%, 22%, zoiets. Nou, dan willen ze de BTW in Brussel, die willen ze omhoog schroeven naar 23%. Ja, dan wordt het zo dadelijk zo dat de producten in de supermarkt, die zijn dan... Ja, dan zou, als je de BTW dan tegen die tijd afschafte, wordt alles 25% goedkoper. Nou, hoe hoog denk je dat de BTW gaan drijven? Zullen ze stoppen bij 30%? Waarom? Want de EU krijgt een deel van de BTW-belastingheffing. Dus als de BTW in ieder land omhoog gaat, dan gaat daarmee per definitie de inkomsten van de EU omhoog. En dan gaat de EU nog meer belachelijke regels verzinnen aangaande NO2 en NO. Dus wij hebben zo dadelijk, het is nu al bekend, wij willen een windmolenpark bouwen in de Noordzee. Maar de EU zegt nee, dat mag niet, want dat is slecht voor het milieu. Snap je, de EU heeft als doel om de Nederlandse burger helemaal gek te maken en helemaal te onderwerpen aan een autoriteit. Kortom, dat is slavernij. En waarom hebben wij die slavernij? Omdat wij niet eer betonen aan de heren heren. Wij vreten dit. Wij accepteren dit. Wij zijn helemaal tot lethargische wezens vervallen. En wij lopen achter transgender-ideologen aan. En een Greta Thunberg, een vrouw met, weet dat? Niet COPD, maar wat heeft ze? OCD. Obsessive Compulsory Disorder. Ze heeft het dwanggedrag. En ze heeft het syndroom van... Is het ook weer dat je autistisch bent? Asperger. En die komt ons aan een beetje het opgeheven vingertje. How dare you? En dat wordt allemaal betaald door de paus, man. Om ons onder de duim te houden. Om ons terug te drijven in slavernij. Zo is het. En dan heb je nog partijen zoals Geert Wilders met zijn Partij voor de Vrijheid. En dan heb je de partij van Thierry Baudet, dus het Forum voor Democratie. Ja, het is allemaal wel leuk. Maar ik geloof niet dat die partijen daadwerkelijk aanzienlijk mogen regeren. De Amerikaanse president, die John F. Kennedy, die ging een brugje te ver, bijvoorbeeld. Nou, die heeft dus tegen de paus gezegd van, you can kiss my behind. Ja, dat moet ik niet zeggen tegen de paus. Dat was het einde van John F. Kennedy. Die ging in tegen de paus. Dat was niet helemaal de bedoeling. Dus de politiek in Amerika, maar ook in Nederland hoor, is dat de paus erop toeziet dat bepaalde mensen zich verkiesbaar mogen stellen. En als ze dan verkozen worden, dan krijgen die mensen bezoek en dan wordt die mensen uitgelegd wat ze moeten gaan doen. Dus wij, neem zoiets als een JSF. Dat vliegtuig hebben wij helemaal niet nodig. Waarom hebben we dat nodig? Om rotzooi te trappen in Afghanistan? Als je het hebt over de verdediging van Nederland anno 2019... Ja, dan moet je eerst een plaatje maken van wie vormt er nu een bedreiging?
Nou, een bedreiging wordt gevormd, bijvoorbeeld zoals vrijdag is gebeurd. Daar heeft een of andere mafketel, die heeft met een mes lopen insteken op jonge mensen. Nou, dat is een bedreiging. Nou, daar doe je niks aan met een JSF. Dus die heb je helemaal niet nodig. Maar die bedreiging is er wel. En nog een jaar geleden was er ook een akkefietje met een Malek F. Nou, die komt ook niet uit Nederland oorspronkelijk. Die heeft ook een beetje in de rondte lopen houden. Een Pauline Krikke, de voormalige burgemeester van Arnhem, die zei weer... Ja, nou, het was toch een gewone verwarde man? Nee, dat was een geregistreerde terrorist. Dus als je het hebt over de verdediging van de land, het land van Nederland... dan zou ik zeggen, iedereen die een terroristische achtergrond heeft... daar komt een database van met fotootjes. En we moeten precies weten waar ze wonen. En het wapenverbod, dat heffen we op. Want ze kunnen overal opduiken. En het hele volk krijgt het recht om een wapen te dragen. En nee, wij Nederlanders gaan heus niet op elkaar lopen schieten. Daar hoef je niet bang voor te zijn. Iedereen is bang voor die woestijnridders. Met hun Allahu Akbar idioterie. Kijk, dat zou je moeten doen als je Nederland... de defensie van Nederland, dat zou je zo aan moeten pakken. En straaljagers en die grote Chinook-helikopters, dat gaat toch weg. Dat is niet meer van deze tijd, man. Maar de paus die zegt dus van wel. En waarom? Nou, die Chinook-helikopters en al die dingen, die worden ingezet tegen regio's. Die liggen helemaal ver van ons bed. We hebben helemaal geen donder te zoeken. Maar doordat we die vliegtuigen hebben, wordt er dan tegen ons gezegd... ja, je hebt F-16's en straks een JSF. Ja, dan moet je dan wel naar Afghanistan en even kijken of je daar dan wat kan bombarderen. Maar we hebben daar niks te zoeken. We zitten alleen maar te bombarderen uit naam van de paus. En dat is slavernij. Wij moeten daar per onmiddellijk mee stoppen. En als er van die mensen bij de luchtmacht werken en die vinden dat zo leuk... dan ik vind ik echt wel leuk. Ja, wel een leuke tijd hoor, toen ik gebombardeerd heb in Afghanistan. Dan moeten die maloten dat maar lekker zelf gaan doen als contractor. Meld je maar aan. Maar niet meer in dienst van de Nederlandse overheid. Als jij de huursoldaat uit wil hangen... Ik kan je niet tegenhouden. Maar dat doe je dan maar lekker zelf, mafketel. Maar niet meer uit naam van de Tweede Kamer en het Nederlandse volk. Maar ja, als wij de 10 geboden niet eerbiedigen... Jongen, wat denk je zelf? Ja. Als wij ons druk gaan lopen maken over dat transgender mensen zo ontzettend zielig zijn... en dat homoseksuelen hun eigen oversteekplaats moeten hebben... Als dat bij ons de prioriteit is? Ja. En wie heeft daar respect voor? De heren, heren? Geloofde gij dat zelf? Nou dan. Het gaat hem echt niet worden, hoor. Dat wordt niet geaccepteerd. En wij dienen te accepteren dat er buiten deze materiële werkelijkheid... er nog iets anders is. En het andere wat er is, dat is goed. Dat is eerlijk. Dat is helder. Dat is te begrijpen. En wij zijn de kinderen... van dat wat er werkelijk is. En wij horen geen bommen te gooien op onschuldige mensen. Knoop dat nou eens in je oren. We horen dat ook niet te doen als de paus dat zegt. En doen we dat wel omdat de paus dat zegt, dan zijn wij in slavernij. Een slavernij die wij zelf opgezocht hebben, CQ gevraagd hebben. Dus geen medelijden vanuit de kant van de heren, heren. Snap je?
En als wij zo stom zijn om akkoord te gaan met het feit dat vrouwen zo nodig moeten, mogen, kunnen werken. Nou, wij zijn de mafketel. En wees nou eerlijk. Wat geeft het een vrouw nou als voordeel dat zij, net als een man, van de 18e tot en met de 65ste, 50, 60 uur per week van huis kan zijn? Wat is daar leuk aan? De moeder van mijn kind, die had toen gezegd, aan het begin van het huwelijk, ja, ik zou zo graag, zou ik oude meubeltjes willen opknapperen. Het lijkt me zo leuk, oude meubeltjes van oude mensen, die dan, iemand overleden of zo, die gaat naar het bejaardentehuis, en de oude meubeltjes, en dan ga ik ze opknapperen, en dan gaan we ze verkopen. En dat vind ik zo leuk. Nou, was mijn kind was iets van 9, en die moeder die werd ontzettend kwaad op mij, die was altijd boos. En die begon te brullen, ja, en al die jaren ben ik er niet aan toegekomen om oude meubeltjes op te knappen, en dat is jouw schuld. Ik denk, ja, dat is even lekker simpel gedacht. Jij wordt ook zo graag werken. Ja, dan heeft ze een baan van uiteindelijk 32 uur in de week. Ja, dan heeft ze geen puf meer om meubeltjes op te knappen. Nee, en is het mijn schuld? Nee, natuurlijk niet. Dat is gewoon de schuld van zo'n domme vrouw. Die niet snapt dat als je een baan hebt van 32 uur in de week. En je wil ook nog een keer heel vaak de stad in om uit te gaan. En je wil ook nog dit en ook nog dat doen. Dat je dan geen tijd overhoudt om je meubeltjes op te gaan knappen. Nee, dat zal zo dom zijn dan die vrouwen die dan gaan werken. En ze vindt haar werk niet eens leuk. Dat hoorde ik dan van mijn dochter laatst. Mijn mama vindt het helemaal niet leuk om te werk. Nee, kan me goed voorstellen. Het is ook helemaal niet leuk. Kijk, ik heb altijd gehouden van mijn werk totdat ik er geen zin meer in had en dan werkte ik niet meer. Ja, nu, ik programmeer nog, maar dat is omdat ik het interessant vind. Dat blijft, maar. Hè? Maar ik weet precies wat ik doe. En toen ik nog werkte, jongen, je kon me niet wegsleuren van achter mijn toetsenbord. Ik wilde werken. Dat was precies wat ik wilde. Wat ik gedaan heb, was precies wat ik wilde. Ik heb ook nooit tegen iemand gezegd van, ik wilde in mijn leven dat en dat gaan doen en doordat jij er was, kon ik niet doen wat ik wilde. Ik heb precies gedaan wat ik wilde. Misschien komt dat omdat ik een man ben, of misschien omdat ik geniaal ben. Maar in elk geval, de moeder van mijn kind, die heeft niet gedaan wat ze wilde en die gaf mij de schuld. En dan zei ik tegen mijn dochter ook nog even, nou, als je moeder dan niet houdt van de werk, waarom is ze dan geen huismoeder geworden? Mijn dochter zo, ja, dan had ze de hele tijd achter de begonia's gezeten. Nou, je moet wel respect hebben voor het feit dat ze wilde werken. Denk jij, was ze nou van lulkoek? Dat is toch ongelooflijke besodemieterij die vrouwen wordt aangeluld? Waar alleen maar een baan en wordt gelukkig? Daar worden vrouwen helemaal niet gelukkig van. En los daarvan, een kind verzorgen, dat kost je 14 jaar van je leven. Eén kind. En als je in de tussentijd, dat je dat de ene kind er is, dat je er twee hebt, dat maakt niet uit. Maar als je er eentje verzorgt, kan je er ook twee verzorgen, kan je er ook drie verzorgen. En op het moment dat de eerste 14 is, dan is de zorg voor die eerste voorbij. En meestal gaan ze dan nog niet de deur uit. Dus dan heb je er een medewerker bij. En dan hoef jij het alleen maar te managen. En managen betekent delegeren, dat betekent dat jij niks doet. Dus een slimme vrouw die is 14 jaar lang met die eerste goed bezig. En als die 14 jaar is die eerste klaar. En dan gaat die dan meehelpen in de huishouding. En als de laatste, de jongste, stel ik je hebt drie kinderen. Die is dan 14, dan is die eerste is dan 18 of zo. Nou, dan ben je in totaal 18 jaar later ben je helemaal vrij. En als je nou zo verstandig was om op je 20ste de eerste te baren. Dan ben je helemaal vrij op je 38ste. Dan heb je nog een heel leven voor je. Een leven dat je zelf kan indelen. Je kan je nog gaan studeren, je kan een parttime baan nemen, je kan wat gaan doen in de buurt, je kan vrijwilligerswerk op je nemen. Zeg maar wat je wil. Oude meubeltjes opknappen, ja, waarom niet? Denk een beetje na voordat je een arbeidscontract gaat ondertekenen. Die man van de familie Rockefeller, die heeft in een interview
met die man en die heette... Had een Joodse naam. Aaron. Die regisseur van Trading Places. Kijk hoor, dat is Trading Places. The movie. Best een beroemde man. Was hij nou de productie of was hij nou niet, die man? Ik zie zijn naam hier niet staan. Trading Places. Aaron, oh ja, hier staat hij. Producer, hij was de producer. Aaron Russo. Die man die heeft een gesprek gehad met een teller van de familie Rockefeller. Die hele rijke familie in Amerika. Hè? En die werken voor de pauze. En die man van de familie Rockefeller, die zei er tegen Aaron Russo. Maar kijk, dat hele idee van het feminisme en dat vrouwen aan het werk moeten. Primaire ding was om de inkomsten voor de overheid te vergroten en die gezinnen kapot te maken. Want als je meer arbeiders op de markt hebt, dan krijg je meer belasting. Daar ging het allemaal om. Meer arbeidsproductiviteit en die arbeidsproductiviteit afromen. En nu is het zo in Amerika en ook in Nederland dat de vrouw wel moet werken. Want anders komen ze niet rond. Mijn volle nicht Sanne, die heeft een baan en de man heeft ook een baan. En het kinderdagverblijf is niet gratis. Ja, zie het maar te runnen. Snap je? Dat is de slavernij. Het is onze eigen schuld. Wij accepteren dat zo makkelijk. Dat die vrouwen dan moeten gaan werken en dan zelfstandig moeten zijn en bla bla bla. En wij snappen niet dat wij getekend hebben voor onze eigen ondergang. En onze gezinnen zijn aan de ratsmodee, al die vrouwen zijn stik eigenwijs geworden. Ik ben na 10 jaar het huis uitgedonderd. Ja, alsjeblieft, dankjewel. Nou, mijn Piri, jij was echt een hele verschrikkelijke vader. Ja. Ja, natuurlijk, joh. Ik deed elke dag de afwas. 6 dagen in de week maakte ik het ontbijt. 4 dagen in de week maakte ik het avondeten. De helft van de tijd bracht ik het kind naar school of haalde ik het van school. Ik heb alle zwemlessen gedaan met het kind. Ik heb het kind leren fietsen. Ik heb het kind leren lezen. Ik heb het kind leren rekenen. Ja, wat een vervelende vader was ik, zeg. Ik ging elke dag onder de douche. Alle verjaardagen, ook van de schoonfamilie, was ik erbij. Ik regelde altijd de auto. Ik ben gewoon het huis uitgedonderd. Om niks. Ja, die vrouw die wilde seks buiten de deur. Die... is een beetje een tragisch geval natuurlijk, zo'n moeder, maar... maar dan nog, het is ook heel tragisch van de maatschappij dat dat allemaal wordt goedgekeurd. En dat zo'n vrouw met totale wanstaltige gedachten, die het kind ging verwaarlozen, ook daarna. Want toen ik de deur uit was, toen stopte gelijk een aantal voorzieningen voor mijn kind. Zoals regelmatig naar de opticien. Omdat mijn kind, die had iets met de ogen. En ja, dan moet je, zeker als die kinderen klein zijn, dan moet je er regelmatig moet je terug naar de opticien. Omdat die afwijking aan die ogen, die is niet stabiel. Kijk, mijn bril, ik ben nu 60. Ja, ik hoef niet meer ieder jaar naar de opticien. De rek is eruit bij mijn ogen. Maar de ogen van zo'n klein kind met een afwijking, ja, dat moet je regelmatig checken. Nou, dat gebeurde gelijk niet meer. Ik zorgde altijd voor nieuwe schoeisel met het kind. Elke half jaar had ze nieuwe schoenen. Dat kreeg ze niet meer, omdat de moeder in de eentje verantwoordelijk was. En zegt de maatschappij er wat van? Nee, helemaal niet. Dat is precies wat ze willen binnen slavernij. Binnen het slavernijsysteem moeten de vrouwen, die moeten het voor het zeggen krijgen. En die gaan aan dat soort wanstaltige dingen doen. Maar dat weten ze. En wij hebben dat niet in de gaten. Dus dat is mooi pech voor ons, snap je? Dus.
Nou, ik hoop dat ik hiermee weer wat verteld heb over het Joodse probleem. Of het probleem van de Joodse mensen. Die hier net zo van te lijden hebben als wij. En in hun boeken van het Oude Testament, daar staat, ja, niet alleen in die, want ook in het Nieuwe Testament vind je daar dingen op. Maar daar in het Oude Testament staat het recept om los te komen uit slavernij. Ja, daar ben ik mee begonnen, Exodus 20, vers 1. Want ik ben de Heere uw God, die u geleid heeft uit Egypte. Uit het land van het diensthuis, wat was dat? Out of bondage. En eerbiedig je mij niet meer, tch, jongen. Dan krijg je by the rivers of Babylon, yea, hey, we wept when we remembered Zion. Dat is de deal. En zo simpel is het. Snap je? En dan ga je mij niet vragen hoe het nou kan dat in de Bijbel al die dingen al lang stonden en dat jij dat nooit geweten hebt. Ja, het is mijn schuld niet. Ik ben al bekend met de inhoud van de Bijbel toen ik 12 was. En ik kan zeggen dat is een kwestie van mazzel geweest. Of goddelijke tussenkomst. Vind ik ook best. Je mag ook zeggen dat het mazzel was. Maar mazzel is trouwens Hebreeuws. Mazzel tov. Hey mensen, maak je geen zorgen. De wereld is morgen niet voorbij, want ze hebben ons nog nodig voor de slavernij. Als je iets kan zeggen van de paus en zijn konuiten en zijn konuitinnetjes, is dat ze niet houden van toiletten schoonmaken en afwassen. En dat zullen ze voorlopig nog door ons moeten laten doen. En ze zijn hard bezig om computers te ontwerpen dat die dan de afwas gaan doen en de toiletten gaan schoonmaken. Maar de vorderingen op dat terrein, die zijn niet noemenswaardig. Dus voorlopig zullen wij nog de toiletten moeten schoonmaken voor het koningshuis en al hun dienaren. Dat betekent dat ze ons nog niet gaan vermoorden. Snap je? Dus op korte termijn is raak niks aan de hand. Alleen we raken alles kwijt. Dat wel. Tja. Maar ja, we leven nog. En op zijn hamburgers zeg ik dan tegen jullie: tjus! En dag lieverds. En vergeet het droeve lot van de Joodse mensen niet.